lokaal. Het Almeerse voetbal bestaat 40 jaar. Reden voor FC Almere om een voetbaltoernooi te organiseren. We hebben een weekend uitgezocht in november, want de gemeente bestond in november 40 jaar. En daar bleek een bekerinhaalweekend uitstekend voor bedoeld. Dus hebben we de KNVB geïnformeerd, kunnen we dispensatie krijgen voor die bekerwedstrijden? En dat was goed. Alleen, de KNVB heeft het anders opgevat dan wij het hebben proberen neer te leggen. Ze dachten dat FC Almere 40 jaar bestond en die kreeg dispensatie. En hebben de andere clubs een bekerprogramma of inhaalprogramma gegeven. We zien hier de veteranen van SV Almere tegen AS 80. Je bent trainer van het eerste van AS 80, maar ook een oud voetballer. Ja, klopt. Ik ben in 1980 in Almere komen wonen. En toen moest ik een club uitzoeken en er waren al niet zoveel. En het dichtstbijzijnde was AS 80 en dat was in het begin. Ik heb eigenlijk de club zien opbouwen als jeugdspeler. Vanaf mijn 16 eigenlijk in het eerste komen voetballen. Switch gemaakt van de zaterdag heen naar zondag heen. En vanuit daar ben ik uitgewaaid 2 jaartjes naar Zwarte Schapen. En dat was toen Sporting Almere noemden ze dat. En daarna ben ik weer teruggegaan en op mijn 30ste, 29ste ben ik gestopt met voetballen. En toen heb ik mijn trainingscarrière eigenlijk opgepakt. Je bent de man van het eerste uur, hè, van SV Almere. Ik woon hier al sinds 1978. En toen was er ook een SV Almere. En ik voetbalde zelf bij de vesting in Naarden, wat nu NVC is. Ja, en zoals het eigenlijk bij heel veel oud-Amsterdammers ging, bleef je eigenlijk voetballen bij je oude clubje. Omdat het hier nog in de kinderschoenen stond en moest beginnen in de onderafdeling AVB. Dus het heeft heel lang geduurd dat ik eigenlijk pas toen ik 35 was hier ben gaan voetballen. En ik heb hier nog in het eerste een jaar of 5, 6 geweldige tijd gehad. En daarna ben ik het bestuur ingegaan. Dus ja, ik heb wel een historie hier bij Almere. Heb jij nog gevoel met Gladys Seedorf? Ja. Dat was toen de Effies of de Eetjes. Clarence ging na 1 jaar weg. Die ging toen naar de voetbalclub Real Almere. En dat is volgens mij een hele oude naam die niet heel veel mensen kennen. Maar dat was een oude voetbalclub in Almere. Volgens mij een beetje tegelijkertijd met AS 80 opgestart. En vanuit AS 80 is Seedorf toen naar Real Almere gegaan. En vanuit Real Almere is hij toen naar Ajax gegaan. Is AS 80 ook een van de oudste clubs? Ja, AS 80 is volgens mij een van de oudste clubs. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet welke club ouder is eigenlijk. Weet u dat? Officieel is SV Almere de oudste club. Maar SV Almere is failliet gegaan. En is overgegaan in een nieuwe club, FC Almere. Dus officieel zou je moeten zeggen dat AS 80 op dit moment de oudste club is. Maar in een historisch perspectief is dat Almere. Ja, vroeger had je zelfs 2 clubs hier, hè? Ik geloof nog iets van Flevol 80. Ik heb zelf tegen Flevol 80 gespeeld. Onder andere ook na competitie. En als bestuurslid daarna ben ik betrokken in het proces om eventueel SV Almere en Flevol 80 tot 1 vereniging te maken. En ik moet eerlijk zeggen, ons bestuur toen van SV Almere heeft er toch voor gezorgd, zeg ik dan, dat Flevol 80 opging in SV Almere. En dat het geen fusieclub werd. Was je een goede voetballer? Ik was een harde voetballer. Ja. Nee, ik was geen technische voetballer, maar wel een hele harde voetballer, verdediger, met een goede traptechniek. Maar je moest mij niet voorbij gaan, want dan had je echt een probleem. Ja, jullie hebben 2 wedstrijden gepland vandaag, hè? Ja, we hebben de veteranen van Almere en AS 80 en de zondag 1 van AS 80 en de zaterdag 1 van Almere. Die straks tegen elkaar gaan spelen. En daarnaast hebben we nog een muzikale omlijsting daarna en een barbecue voor tegen de 100 man. Dus wij laten onze dag echt niet verpesten doordat het toernooi niet helemaal compleet is. Almere lokaal.